in deze video. En hoe raar is het? Ja, daarachter! Wauw, ik ben enthousiast. Het was echt. Het was echt. Zo vet! Er zit zoveel. Goedemorgen allemaal! Yay, welkom bij een nieuwe video! Vanuit Curaçao! En vanuit onze huurauto op Curaçao. Ja, we hebben hem net in ontvangst mogen nemen. Wow. Wat een mooie. We hebben een mooie blauwe Kia. Ja, we gaan sowieso nog een hele montage ervan maken, dus dat komt helemaal goed. Een hele montage? Van de auto? Ja. Oh. Okay. Dus bij deze veel kijkplezier. Hebben jullie een idee hoe de auto eruit ziet? En hoe raar Tim is, vooral. Wow. Ja, we gaan. We gaan eerst naar een grote supermarkt om te kijken of dat ze een waterdicht telefoonhoesje hebben daar. We hebben gehoord dat die daar te koop is. En dan gaan we naar een aantal toffe plekjes op het eiland. Een aantal gave stranden en... Ja, andere zoutplekje, zoutvlakteplekje waar flamingo's zouden kunnen zijn. Ja. Dat is geen garantie natuurlijk. Nee, je hebt nooit garantie, maar ja. Ja, en een plekje waar leguanen te vinden zijn. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ja. Hopelijk gaan we wat zien. Ja, vast wel, toch? Ja, en anders duiken we sowieso wel ergens de zee in met onze snorkelapparatuur. Ja. Om eventjes in het water te gaan kijken. We hebben snorkelspullen, dus dat is top. Let's go! Lekker scheuren in de Kia! Dit is echt een ouderwets auto rijden, dit is nostalgie. Nostalgie. Bijna. Nou ja. Bijna zoals met de Toyota Starlet van vroeger. Maar die ging nog natuurlijk wel heel veel lekkerder dan dit ding. Ja, nice. Grappig, ja. En we zijn net even bij een supermarkt geweest van Den Twil, maar het is eigenlijk gewoon Albert Heijn. Nou ja, en we hebben dus snackjes, lekker fruit, broodjes voor lunch en wat drinken. En ons werd gezegd dat je daar dus ook een waterdicht telefoonhoesje kan kopen. Dat, nou ja, was dus eigenlijk niet zo. Nee. Maar goed, we doen het vandaag nog gewoon even zonder. En morgen is er hopelijk wel een winkel open die het wel verkoopt. Die is gewoon vandaag gesloten, want het is zondag. Ja, want we hebben dus voor 5 dagen lang snorkelapparatuur. Ja. Apparatuur. En we hebben ook allerlei video's gekeken van wat je hier onder water allemaal gaat vinden bij die plekken. Maar het is gewoon eigenlijk zo vet om niet te filmen. Maar we hebben niks bij ons om dat te filmen onder water. Nee. Dat is echt zonde. Slechte voorbereiding van ons. Ja. Echt. Maar ja, we gaan ons best doen om iets te kunnen doen. Ja, precies. We gaan gewoon kijken of we misschien morgen wel iets kunnen vinden. Want mijn telefoon in Madeira niet kapot gegaan, had ik wel gedurfd om mijn telefoon in het water te stoppen. Want ze zouden waterdicht moeten zijn, maar mijn iPhone ging echt na de eerste druppel die erin kwam gelijk kapot. Ja, dat was niet zo fijn. En nee. Het zou echt zuur zijn als je nu al dan je telefoon kwijt bent. Ah, dat is het niet waard. Oh, we gaan over die hoge brug! Ja, we gaan over de hoge brug. Wow. Oh my god. Kun je dit zien? Hoe in één keer die omhoog gaat? Nou, ik blijf gewoon even filmen en dan... Deze verbindt de stadsdelen Punda en Otrobanda. Maar hij is dus echt... Nou, hij is gewoon echt super hoog. Als je ook naar beneden kijkt. Ik weet niet of je dat kunt zien. Ja, je ziet daar een beetje het cruiseschip misschien wel. Woe! Kijk hoe hoog we zijn. Ik weet niet of het echt overkomt. Ik ook. Op beeld. Ja, sick. Nou, lekker cruisen over het eiland. Heel leuk om lekker wat meer te zien ook. En dat je gewoon zelf, dat is ook chillen aan een huurauto. Je kunt gewoon zelf bepalen waar je naartoe gaat. En in welk tempo. Waar je in welk tempo inderdaad. Dus waar je lekker gaat stoppen en zo. Ja. I like it. Oh, dit is gewoon de flamingo plek waar we zijn. Dit is zelfs een
een bord, wat staat hier? Oh, je moet tenminste 100 meter afstand houden van de flamingo's. En je mag ze niet voeren. Oh, je mag niet op. Maar ik dacht ze net al wel te zien. Ja, daarachter! Wauw, ik ben echt enthousiast. Heel enthousiast. Wauw, dit is heel cool. Dit is toch... daarachter links. Ik weet niet of dat je dit kunt zien op de camera. Het is toch wel echt bijzonder of zo. Vind je niet? Heel cool. Er staan daar gewoon twee naast elkaar een beetje te drinken. Zijn dat de ene kant? Zien we nog meer? Ik zie. We staan misschien wel nog heel veel verderop. Misschien helemaal daarachter. Ja, maar het is echt cool. Wauw, deze omgeving ook. We zijn een klein stukje verder gereden en nu... ik vind het niet van wel lopen. Nee. Zijn we bij een heel mooi strand. Hoe heet het ook alweer? Playa di Marie. Playa di Marie? Nee. Playa da Marie, di Marie. Maar het was toch nog iets? Marie, nog wat? Ik weet het niet. Maar het is echt super mooi. Maar het water is zo helder hiervoor. Het is echt gaaf. Je ziet ook best wel veel mensen snorkelen, dus wij gaan ook met onze snorkelmaskers en spullen dadelijk floppies aan. Dit voelt zo gek met lopen. Ja, dan weet je eens een keer hoe het voelt om mij te zijn. Met jou. Maat weet ik hoeveel. Nice. Ja, wel chill. En dan doen we deze snorkelmaskers op. En dan ben ik benieuwd. Ik ben echt benieuwd wat er te zien is. Ja, ik ook. Oh, we hebben net gesnorkeld hier en het was echt gaaf. Het was echt zo cool. Vet. Er zit zoveel. Ja. Niet normaal. Wauw. Echt bizar. Dat had ik echt niet verwacht. Nee, ik ook niet. Nee, ik dacht je gaat wel wat een beetje zien, maar zo. Het was echt als in gewoon veel vis, maar ook veel verschillende. En ook echt al grote, helemaal niet zo super ver. Ja. Als in we zijn wel tot daarachter ook het donkere water gegaan, dus dat is iets dieper. Maar ja, echt heel cool. Ik heb er nog even geen woorden voor, maar het was zo vet. Ja. Nu wil ik alleen maar meer het kunnen laten zien onder water. Ja, nu willen we zelf wel gewoon op de film hebben ook wat wij net hebben gezien, maar dat kan even niet. In ieder geval voor nu nog niet, misschien vanaf morgen, maar ja, het was echt super gaaf. Ja, was... echt genoten wel. Het was op een gegeven moment wel echt vermoeiend, dus hadden we ook echt zoiets van, oh we gaan terug. We hebben trouwens allemaal gekke strepen op onze hoofden. Ja. Maar dat komt van die duikmaskers, van deze dingen, want die zitten heel strak. Maar het was wel echt top. Het is echt fijn. Je kunt gewoon lekker ademhalen. En goed kijken, want je hebt dus best wel een breed gezichtsveld, zeg maar. Ja. Ja, echt heel nice. Ja, super vet. Ja. Ik heb wel echt een tintelende voet. Tintelende voet, ja. Nou, we gaan even chillen. Even bijkomen. Punt gevonden. Ja, kijk, hier kun je heel goed zien hoe mooi blauw het water is. Ja, hier hebben we dus net gezeten en ik wilde eigenlijk op zoek naar leguanen hier. Ik heb er eentje echt op een afstand gespot, maar die heb ik niet van dichtbij op de film gekregen. Dus nu gaan we naar een andere plek die ook bekend staat om de leguanen te spotten. Want ons hoofddoel hier was leguanen spotten, maar uiteindelijk... Hebben we die naast de weg? Ja, maar die hebben we ook niet erop gekregen. Nee, die hebben we niet op de grote film gekregen. Nee. We hebben hem wel gezien. Jij zag hem eerst. En in één keer stopte je die auto. Ja,
Ik was iets te enthousiast en toen rende die weg. Maar we hebben wel echt zulke mooie beesten in het water gezien. Ja, het is echt een gaaf idee. Echt wel duizenden verschillende vissen. Allerlei kleuren en doen. Dat is echt heel vet. Dus dat was een bonus. Helaas hebben we dat nog niet kunnen laten zien. Maar we kunnen wel dit uitzicht laten zien. Dat is wel heel erg mooi. En we gaan naar ons volgende plekje om te kijken of we leguanen kunnen spotten. We zijn weer bij een ander strandje, Playa Lagoon. Het is wel echt heel leuk. Het is heel klein eigenlijk maar. Doe maar zo. En dan tot hier. Gezellig uit met veel locals. Heel veel locals en muziek. En daarboven kun je iets drinken. Ja. En eten. Dat gaan we denk ik ook dadelijk doen. Ja, nice. En, maar het schijnt dus dat je hier bij die rotsen en dan ook daarachter best wel veel leguanen altijd hebt zitten. Ik weet niet of wij ze ook kunnen spotten. We gaan ons best doen. Ja. Sowieso ook echt lekker wat drinken. Ja, gewoon lekker chillen even. Ja. Sexy. Echt? Oh my god. Wauw. Zijn er geen 1, maar 2. Wauw, wat cool. Mooie beesten. Maar die staart, kijk hoe lang die staart is. Echt zijn grote beesten. Zo, wow. Vet. Wow. Echte dinosaurus. Het is echt cool. Ja, zo vet. Ze zijn echt heel mooi. Nice. Wow, wat vet. Yes, we found them. Ja. Heel gaaf. Ja, ik vind het echt... zo bizar hoe dat eruit ziet. Maar ja, dat het gewoon hier zo is. Want ja. Toen in Madeira had je weer hele andere beesten. Ja. Maar dit echt totaal niet. Nee, ja. Klopt. Flamingo's. Gewoon zo groot. En dan deze dingen. Ja. Cool zeg. Even lekker iets drinken. Even chillen. Oh, kijk, daar is het vogeltje. Oh, ik ben weg. Oh, je hebt hier hele leuke vogeltjes. Ja, naast hele coole, de vogeltjes. Leguanen heb je ook hele leuke schattige vogeltjes. Maar we zitten hier met een leuk uitzicht op het strand. Ja, het waait heel hard, maar... Oh, en nu hoor je een smoothieapparaat of iets. Goeie timing. Ja. Maar ja. Lekker zitten. Mooi. Ik heb dadelijk 80 beelden aan vogels. Ja, dat maakt niet uit. Het is gewoon vet. Ik dan. Allemaal vrienden gevonden. Kijk. Daar eentje, maar die zie je misschien niet goed. Hier zo in de tak zit er eentje. Hier zit er nog eentje. En ga ik hierheen. Hier nog eentje. Daar nog eentje. Zoveel vrienden. En uitzicht. Kijk eens. Vet hè? Ja, leuk. Super tof. Er zitten er heel veel. Ik ben blij dat we hier naar naartoe zijn gegaan. Ja, leuk om te zien. Ja, tof. Wie moet ik weer wachten? Oh ja, tuurlijk. Ja, ik zit de hele dag op jou te wachten. En niet één keer mijn haar in de plooi leggen. En dan gelijk filmen. Leuk hè, ben ik? Ja. Wow. Fijn, fijn, fijn. Ja, nou ja. Dat is echt erg. Moet je zelf zien als dat op mijn bed. Ik ben een beetje moe. Nou, maar ik heb mezelf wel bij elkaar geraapt. Ja. lol. Ja, maar goed. Het kan gebeuren. Ja. We zijn in ieder geval weer terug in het hotel. Maar dat kun je wel zien. En we gaan zo even iets eten. Hopelijk hier gewoon even bij het hotel als er plek is. Bij het restaurant. Ja, even lekker happy. Ja, en ik kwam wel echt tot de ontdekking dat ik verbrand ben op mijn schouders en op mijn rug. Maar ik heb het gewoon niet ingesmeerd ook vandaag. Oepsie. Ik ben het gewoon vergeten. Jij was gisteren een beetje verbrand. Ik vandaag. Ik ben gewoon helemaal vergeten om een deel van mijn lichaam heb ik wel ingesmeerd en een deel niet. Nou, dan ben je goed bezig, of niet? Maar goed, we gaan nu hapje eten. Even alle spullen pakken en dan kunnen we vandoor. Toch? Ben je klaar?
Ik ben er klaar voor. Nice. Oh ja, kijk. Wat? Wat hier aan het opladen is. Want wat waren we vandaag vergeten? We waren de droombatterijen vergeten. Stonden we daar bij de flamingo's. Wij zijn zo klaar met de drone. Toen dachten we van, oh ja shit, we hebben geen droombatterijen bij ons. Die zaten nog allemaal apart verpakt in onze tassen, verdeeld. Ja, was echt niet handig. Ja, dus toen moeten we morgen of overmorgen even terug. Ja, we rijden daar toch langs. Ja. Dus, en misschien zien we er dan nog wel meer dan vandaag. Het zou echt cool zijn. Ja, en we hebben dus een backup weten te verzekeren. Want we gaan morgen nog wel langs een winkel proberen om een echt telefoonhoesje te fixen voor onder water. Ja. Maar mocht die winkel dicht zijn of het niet passen of weet ik wat, dan hebben we als backup dit. Ja. Het gaat niet helemaal werken, want ja, ik denk dus nog dat je een beetje blur krijgt als je hier je telefoon in stopt. Ja, dat de filmkwaliteit gewoon niet zo top is. Maar ja, je kan het altijd proberen. Ja. Het is beter iets dan niet, denk ik dan maar. Zeker, ja. Dus dat hebben we ook nog gefixt. Oei. Ja, goed. Goed bezig. Nu eten. Ja. Let's go to the restaurant. Het is wel een mooi muziekje, of niet? Weet ik niet, ik denk het niet. Maar hier heb je het ontbijtgedeelte. Ja. En daarachter heb je de pen. En oh, dat is het restaurant. Hier in het strand wel schattige lichtjes al aan. Dus misschien kunnen we even een klein stukje terug in ja. het strand. Zullen we dan via hier lopen en dan ja. rechts het strand filmen? Ja. Want hier achter heb je dus een barretje. Ik weet niet of je die lichtjes nu al op de camera ziet. Al een beetje de lichtjes zien daarachter. Dat is wel heel gezellig. Ja, het zonnetje daarachter. Heel chill. Ga je helemaal over het strand. Chill. Goeie tour. Goeie tour gegeven. Ja, leuk toch? Ja, echt wel. Ja. We gaan nu ja. lekker eten. Hier achter eten. Ik zomaar het idee hebben dat het heel uniek is om flamingo's te zien. Zegt hij van, hé, in Nederland waren we laatst ook tegen flamingo's. Wat is dit? In Ter Heide zelf, hè? In Ter Heide, wat? Het grootste dorp van Nederland. Maar dit is echt bizar, toch? Hij is het aan het opzoeken, maar ik weet niet of het lukt. Kun je dat vinden wel? Was het niet gewoon fake news? Nee. Nee, weet je zeker? Ja, maar ik kan het alleen niet meer vinden. Maar... 3 uur later. Groep van 7 flamingo's schrijft... Oh, wat? Ja. Oké, bizar. Ik maak er geen geintje. Nee. Maar wat doen die hier in januari? Of jij niet hier, maar... Oké. Nou ja. Zo bijzonder is het. Nee, geintje. Nou, ik vond het heel bijzonder om ze vandaag te zien. Ik ook hoor, ik vond het heel vet. Ja. Yeah. The food is here. Woo. Woo. Lekker zeg. Ja. Je hebt een saté. Saté'tje. En je hebt een mega kroepkoek daar. Ja. Chill. Ik heb nog een curry. Het ziet er ook heel lekker uit. Nice. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Buikjes zijn gevuld. Lekker gegeten. Lekker gegeten. In het gezellige restaurant. Nu zie je de lampjes trouwens wel heel leuk. Ja. Heel nice. Je ziet ook een heel fel licht daar. Nou ja, maakt niet uit. Maar nu gaan we even... Nee, we gaan niet lekker zwemmen. We hebben nog één keer zwembad op. Nee, we hebben gewoon een zwembad hier. We zijn er nog niet in geweest. Maar we gaan nu langs het zwembad op. Hier even een trappetje. Oh, ik moet wel kijken waar ik loop. En dan gaan we naar de uitkijktoren. Daar boven. Die zie je nu natuurlijk niet. Maar we gaan nog even... Kijken. Kijken bij de uitkijktoren. Ja, we're on top. Alle lichtjes. Mooi. Zijn er nog lichtjes? Ja. Je ziet ook nog een klein beetje de lucht heel mooi gekleurd. Terwijl de zon toch wel best wel even onder is, maar toch nog wel heel nice. Ja. Ja. Daar ook lichtjes van de cruiseschip. Oh ja, daar zit een... Dat is helemaal het hoekje, het puntje, maar dat zie je denk ik niet goed. Je ziet alleen gewoon heel veel vage lichtjes en het waait hard. Maar hè, dit is wel leuk. Ja. Hier onder de ruige zee. Nou, een beetje wel toch? Ja. Nou, eens even uitwaaien. En dan weer de video afsluiten, misschien. Ja, hè? Het was een mooie dag. Toch? Ja, veel dieren gezien. Het voelt als dieren ook. Het houdt nog niet op met dieren trouwens, want we krijgen hem.
waarschijnlijk ook druk meer. Ja, haar gaat er gewoon. Mijn haar gaat aan de kant toe. Ja, zoals. Dankjewel voor het kijken. Oh, ja, dat snap ik. Het zit er ook van. Ja.